Het Hollandse zomerweer wisselt deze dagen nogal sterk. Vrijdag krijgen we zomerse warmte, maar ook een paar buien. En wat zaterdag opvalt, is de wind. Als je op de camping staat, kun je alles maar beter goed vastzetten, zeker je tent, want het gaat flink waaien. Het windveld hangt samen met een laagdrukgebied. Wij als meteorologen van Weerplaza gaan dat laagdrukgebied in de gaten houden op zaterdag. Het ligt op de Noordzee en dat zorgt voor een zuidwestelijke wind. Het kan hard tot stormachtig gaan waaien langs de kust, windkracht 7 tot 8. En zware windstoten van zo'n 100 km per uur zijn mogelijk. Ja, dus als je op de camping staat met je tent, kun je die maar goed vast gaan zetten met stormbanden en extra haringen. Want ja, voor je het weet vliegt je tent zomaar weg. Daarbij is het weerbeeld wisselend. We hebben langs de kust een paar buien, die trekken dan verder landinwaarts. De zon breekt nu en dan ook door. En met zo'n 24 graden is het nog wel aangenaam zomerweer. Op zondag, dan wordt het hooguit 22, 23 graden. Neemt de wind geleidelijk aan af en is er meer ruimte voor de zon. En dan valt er nog slechts een enkele bui.